Dag dames en heren, leuk dat u naar onze bijdrage gaat kijken. We zijn het Gelders Blaasquintet, bestaande uit Irene Thede, klarinet, Mette Laurens fagot, Kirsten Jurissen, hoorn, Bram Kreefmeijer, hobo en ik ben Egbert-Jan Lauwersen, fluit. Het quintet is ontstaan uit het Gelders Orkest een aantal jaren geleden en zodoende zijn er veel projecten geweest vanuit het orkest en voor het orkest. Maar we doen ook projecten zelfstandig ontwikkelen. Zo zijn er projecten geweest voor ouderen bijvoorbeeld onlangs. We zijn bezig met projecten voor jongeren. We doen dingen zelfs in het zakenleven. We werken samen met muziekstudenten, doen van alles wat. En daarbij zoeken we eigenlijk ook de interactie op met ons publiek. Vandaag gaan we drie kleine snippers spelen van programma's die we volgend jaar aanbieden aan de concertzalen en aan de series. Een programma dat gaat over welluidende, fijne 20e eeuwse muziek. Een ander programma gaat over klassiekers voor blaasquintet met beroemde componisten. En een programma over dans. Mocht u wat meer willen weten over wat wij allemaal doen en wat meer informatie, neem met ons contact op door ons te mailen naar info@hetgeldersblaasquintet.nl. U kunt ook op de website kijken, het geldersblaasquintet.nl. En mocht u nu denken, ja, dat zijn vijf mensen. Dat zijn orkestmuzici, spelen in de grote ensembles in Nederland, zijn conservatoriumdocenten. Misschien hebben wij er helemaal geen budget voor in onze serie, maar het is wel heel leuk om een blaasquintet te programmeren. Mail ons dan gewoon. Nog een keer info@hetgeldersblaasquintet.nl. We beginnen met een stuk uit ons moderne programma. We dachten dat is een mooie binnenkomer. Het is van Georg Ligeti. Het leuke is dat het eigenlijk, dat je denkt een modern programma, maar dat wordt altijd goed ontvangen door ons publiek. Ook omdat we van tevoren iets over vertellen. We spelen nu alleen het eerste deel van de zes bagatellen van Georg Ligeti. Ligeti was iemand die zeer zelf bedacht wat hij wilde en daardoor ook wel werd tegengewerkt in het communistische regime. Maar hij ging gewoon zijn eigen gang en hij probeerde dat ook in zijn composities te laten uitkomen. Zoals hier in het eerste deel hoor je ook de piccolo met harde uithalen. En dat zijn zeg maar de messteken naar het communistische regime. Ik wens u veel plezier. Mijn jongensleben had een end. Mijn vreugde und auch mijn leid. Mijn arme zelen zo behend scheiden van mijn lijp. Mijn leven kan niet langer steen. Es is zwach, fuhrbaar, es muss vergehen. Es veert dahin mijn leid.
Zojuist hoorde u een gedeelte van een werk van Jan Pieterszoon Swelinck uit ons klassieke programma. En we sluiten nu af met een tango uit ons dansprogramma. Niet een tango uit Latijns-Amerika, maar uit Denemarken. Jacob Gerde schreef de tango al in 1925. De tango Jaloezie, die onverminderd populair gebleven is afgelopen eeuw. In de jaren 70 werd zelfs gezegd dat deze tango elke minuut wereldwijd wel ergens op de radio te horen was. En vandaag nog een keer door ons. Alvast bedankt voor de aandacht. En wie weet, tot ziens of horens. Thank you.